Ik had nooit gedacht dat het bezoek aan het museum mijn leven voor de 2 volgende jaren zo zou beheersen. Dossin is een museum van Holocaust en mensenrechten. De plaats waar Joden en Zigeuners naartoe zijn gebracht om later te transporteren naar de uitroeiingskampen. Het was eigenlijk de wachtkamer van de dood. Je wordt eigenlijk direct geconfronteerd met die enorme fotowand en je vraagt je af wat dat betekent. Als je daar een tijdje bent, dan weet je dat bijna alle mensen op die foto's zijn uitgeroeid. Dat is iets ongelooflijks. Duizenden en duizenden mensen zijn gewoon vermoord. Mijn schildertechniek is een beetje gebaseerd op oudere schildertechnieken. Ik maak gebruik van onderschilderingen. Ik bouw mijn schilderij eerst op of ik begin daarmee met eerst de tekening daarop te zetten. Dan schilder ik het portret al volledig in één kleurtoon. Als een buitenstaander daarnaar kijkt, dan zou hij denken dat het nu al geschilderd is. Maar ik gebruik die onderschildering als een soort basis voor mezelf, een soort van leidraad. Om dan het schilderij nadien af te werken. Ik probeer ook niet verloren te lopen in mijn eigen schilderij. Na die basisschildering, die ik dan een dag of 10 laat drogen, begin ik te schilderen met de kleurenmengelingen die ik gemaakt heb. En dan schilder ik eigenlijk opnieuw dat portret. En dan maak ik gebruik van de onderschildering, die eigenlijk in andere tonen is, om die tonen terug naar boven te laten komen in de volledige uitwerking van het schilderij. Ik dacht, door één schilderij te maken, ga ik eigenlijk mijn bezoek aan Kazerne Dossin kunnen tonen, ga ik daar al mijn gevoel kunnen insteken. Ik was eigenlijk 100% overtuigd dat het bij dat ene werk zou gebleven zijn. Het is niet zo geworden. Het heeft nog 2 jaar langer geduurd voor Left Luggage voltooid was.
met heel veel portretten van kinderen die gestorven zijn. Eigenlijk voor niks. De zoektocht naar koffers was ook op een manier boeiend, want we zijn meer dan een jaar op zoek geweest naar koffers via rommelmarkten of antiekmarkten, maar ook via advertenties. En dat waren eigenlijk de boeiendste van allemaal. Omdat we dan bij de mensen thuis kwamen en ze dan over die koffer een verhaal hadden. En dat was enorm boeiend. Alleen met de zoektocht naar koffers konden we ook al een verhaal maken. De kracht die van een koffer uitgaat, dat is het begin van alles, het vertrek, het onder de baan zijn, het einde dan. Alles zit daarin, letterlijk ook. De mensen, hun hebben en houden, hun leven, hun nadenken aan alles, al die dingen waren heel belangrijk. Dus vond ik het ongelooflijk welke kracht zo'n koffer kan geven. Ik had dat beeld zo'n beetje gezien in een van de foto's in Kazerne Dossin in het museum, waar op de binnenkoer vrachtwagens stonden en ik zag rond die vrachtwagens allemaal koffers liggen. Dan is het misschien ook een beetje mijn verbeelding van hoe moet dat vroeger geweest zijn. Zijn die daaruit gestort geweest en gewoon allemaal achtergelaten?
De ruimte rond de installatie liet toe om ook schilderijen te maken rond het thema. Ik dacht, ik ga bijvoorbeeld een beeld maken van hoe mensen nog op hun laatste ogenblikken, voordat ze naar het uitroeiingskamp gingen, hoe het dan hing, hoe dat er uitzag, hoe hun bewegingen waren. Dus dacht ik van die mensen te schilderen alsof het in een film is. Hetgeen ik met de tentoonstelling wil bereiken is dat mensen een beetje meer beginnen nadenken over wat ze vroeger met de mensen gedaan hebben en wat ze nu nog met de mensen doen. Ik hoop dat de mensen een beetje bewuster worden over het leven dat zij of wij nu hebben en dat de kinderen in dit geval vroeger nooit gehad hebben.